Goedemorgen. Het is donderdag 11 december. Als het niet zo is, kom ik er later op terug. En ik zit op de fiets naar het station. Ik werd super laat wakker, echt. Ik werd om 11:55 wakker. En ik had dus Birdie beloofd. Nee, 11:05. En ik had Birdie beloofd dat ik om 11:30 de trein zou nemen. Och man, ingewikkeld. Net wakker. Dus ik ben als een mega malle me gaan aankleden op de fiets gestapt. Op de fiets, ja. Want Jarno herinnerde me ineens gisteren dat zijn moeders fiets er nog gewoon stond. Want die hadden we voor oud en nieuw dus geleend. Omdat het best wel een eindje fietsen was. En nou ja, mijn fiets doet het dus niet meer. Die kan alleen nog in versnelling 1. En de ketting valt er de hele tijd af. Dus, maar ik was het compleet vergeten. Dus al die keren dat ik heb gelopen, had ik gewoon met de fiets gekund. Maar ja, ik heb fiets alleen wel ongeveer met mijn knieën in mijn nek. Want zijn moeder is een stuk kleiner, maar dat geeft niet. Het is wel super fijn. Vooral nu ik zo laat ben. Oh, ik ben helemaal buiten adem van de kleine tochie. En we gaan lekker schaatsen vandaag, dus ik heb super zin in. En de grote vraag van vandaag, staat er nog geld op? Bernie en ik lopen in de sale bij de Zara. En ik heb deze broek gepakt. Kun je het eens goed zien. Alleen nu ben ik dus Birdie kwijt. Als je Birdie ziet, zeg oeh. Ik snap er niks van. Zo groot is het hier toch niet. De broek ondertussen weggelegd, maar Birdie nog steeds niet gevonden. Als ik te lang ga nadenken over kleren, dan wil ik ze niet meer. Zo gaat het altijd. Is op de kinderafdeling dan? Wat moet ze hier dan? Pitte Bakker moet jullie iets vertellen. Ja jongens, ik ben tante geworden. Hey. Ik was je echt aan het zoeken ook. Ik was je gewoon echt letterlijk kwijt. Oh, ik dacht dat jij zei dat ik had gezegd dat ik naar de kinderafdeling ging. Ah ja, ik was niet aan het opletten denk ik. En ik ging hier absoluut niet heen, want ik dacht, nou wat heeft ze hier te zoeken? Maar dat had ik kunnen weten. Dit is zo cute. Ik moet jullie even meenemen naar die schoentjes. En dan, kijk nou. Het is zo klein. En die ook. Oh, I love it. En die slofjes. Oh. Dit is echt een beetje alsof je een gevangenis ingaat. Het ziet er zo niet uit als schaatsbaan. Ja, hier is het meteen. Maar het zijn ook sporthallen of zo, toch? Weet ik veel. Alles die gebeuren, hè? Jawel, jij gaat op je bek. Nee, we gaan gewoon. Het is wel echt 2 jaar geleden voor mij. Nou, voor mij wel korter hoor. Wat duurt dat lang zeg? Jij hebt ook dat tasje, dat is wel vervelend. Oh, mijn lip moet echt even. Are you ready? Kijk mij gaan. Ja, dit ziet er heel onchalant uit. Ik ben echt bang dat ik nu gelijk op mijn bek ga. I'm standing. Dit gaat best wel soepel. Kijk dat gaan, jongen. Ik ben zo bang dat mensen tegen me aanschaatsen. Hoi. Hoi. Ojo. Soepel, soepel. Ja, het is wel heel glad. Je moet echt goed opletten. Oké, okay, Sophie. Show me some moves. Okay, ik kan nog vieren een beetje, maar wel okay. Zachtjes.
Hey, lekker. En op één been kan ik ook. Woehoe. Waar is die ene vrouw? Er was namelijk net een vrouw en die kon het gewoon echt, die was echt next level. Die ging allemaal van die pirouettes doen en zo. Op het einde. Ja, dat zie je denk ik niet op beeld. Dat was echt sick goed. Ik heb wel op Instagram mijn Birdie Girl heeft staan. Ja. Dus daar kun je op, nee, dat is al weg. Dit is echt gewoon, we hebben er bijna de halve schaans bij voor onszelf. Het is echt super rustig. Hoe heet dat ook weer? Curling? Ik denk het, ja. Die mensen zijn fanatiek, jongen. Die gaan helemaal daar achterin in de hoek. Kijk, die mooie boys. Ja, die doen ook hun best om charmant te schaatsen. Kom even bij ons schaatsen, anders. Nee, maar we zijn allebei nog niet gevallen. Nee. Dus, hé. Hey. En als dat gebeurt, dan wil ik het... Zo graag op tape. Bijna. Dit is echt... Dit doet onze... Maar het is binnen ook gladder dan buiten nog. Ja, dat denk ik ook. Maar dat komt omdat er nog niet zoveel mensen op geschaatst hebben, denk ik. Wow. Ja, mooi hoor. Hele goede move. Dit is leuk. Ik kan ook altijd. Birdie kan het niet zo goed, dus we hebben er maar een zeehond bij gepakt. Kijk, daar is die chick die het wel goed kan. Kijk, die pirouetjes draaien en alles. Sick, man. Doe een pirouetje met je zeehond. Okay. Net zo soepel. Mijn liefie heeft voor een weeshuis gekookt. Ja. Voor een weeshuis pasta. Wie wilde mee eten? Wil er iemand mee eten? Het ziet er goed uit, schat. Tijger heeft een nieuw plekje. Dat is, zeg maar, hierachter zit een verwarming. En daar ligt hij dan gewoon tegenaan. En dat hij bovenop de schoenen moet liggen, dat vindt hij niet zo erg. Nee, het tijgertje. Ja, dat doet hij In de kleedkamer ook. Ja, ligt hij juist heel graag op de schoenen. Ik ben terug van het werken en het is later dan ik had gehoopt. Dus ik ga even snel de vlog klaarzetten voor morgen. En dan duik ik onder de douche en in mijn bed. Maar bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer.